Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Hola, señores y señoritas. ¿Cómo está? Muy bien. Sí, we gaan vandaag iets Spaans maken. Muy importante. Wat gaan we vandaag maken? Vandaag gaan we churros maken. Die lange deegdingen die op de kermis of... waar komt nou de churros vandaan? De churros komt uit Spanje. Zelfs in Spanje weten ze niet waar het nou precies vandaan komt. Sommige mensen zeggen dat het in Catalonië is ontstaan. En sommige mensen zeggen dat het door de Moren is meegenomen in de... ...19e eeuw. Tijd voor churros. 250 ml water, 55 gram boter, 30 gram suiker, klein snufje zout. Zo genoeg. Als je boter dan helemaal gesmolten is, heb je hier 140 gram bloem. En die gooi je er gewoon bij. Beetje mengen. Laag vuur, blijven roeren. Kijk. En het wordt een soort deegbal. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat de bloem, wat je er net bij hebt gegooid, dat het een beetje gaar wordt. Want anders blijft het alleen maar een bloemsmaak hebben. En dat moet je niet hebben. Niet laten aanbakken. Dit laat je ongeveer 5 minuten een beetje gaar worden. En als je dan zo'n soepel deegje hebt gekregen, kijk, zoals dit. Even uit de pan, want de pan is super heet. Deegbol. Flop. Die laten we 5 minuutjes afkoelen. Tof dat jullie allemaal reageren als ik vraag, hey, wat zou ik gaan maken? Weet ik het allemaal. Ik heb een hoop toffe dingen voorbij zien komen. Pasta carbonara bij zien komen. Ga ik zeker een keer maken. De moeder van René, mijn eigen moeder. Tosties, maar dan wel de classics. Croque monsieur, de croque madame. Hè? Beef Wellington. Blijf vooral kijken, want al die shit gaat echt nog een keer voorbij komen. Genoeg veel good bagger. En nu gaan we kijken hoe we de churros verder gaan maken. Sas à chocolat. 550 ml melk, 200 gram pure chocola bij. En dan gaan we iets toevoegen, dat heet maïzena. 1 eetlepel heb je. 1 eetlepel, 2 theelepel. Vanille aroma, gewoon voor een klein beetje voor de smaak, doe je een half theelepeltje. Dan gaan we een klein beetje wachten tot het kookt, want maïzena werkt alleen maar als het kookt. Een klein beetje maïzena erbij. Dan ga je roeren. Dikke chocolade. Wat je ook kan doen is gewoon een pot Nutella halen, doe je even in de magnetron, zet je even aan, dan smelt het een klein beetje, pak je je churros straks, doe je zo erin, hap 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 hap, gewoon een pot Nutella halen. Dat kan ook. Je hebt hier 100 gram suiker, daar gooi je ongeveer 1 theelepel kaneel doorheen. Mengen met elkaar. Als straks de churros klaar is met frituren, dan gooi je ze in dit mengsel. Dan heb je hier 1 ei en die doe je erbij. En je moet eigenlijk net zo lang roeren totdat het allemaal met elkaar gemengd is. Een halve theelepel vanillearoma. Zo. Kijk. Goed gemengd met elkaar. Zo. Wat je wel moet halen in huis, en dat kan je gewoon halen bij de Albert Heijn, is dit. Maar Nick, wat is dat dan? Dit is een spuitzak. Ja. Er zijn ook nog andere zakken die spuiten. Zeker. Maar dit is een spuitzak. En daar heb je een spuitmondje voor. Dit gesprek wordt er niet beter op. Dit is een spuitmondje en die doe je in je spuitzak. Kost geen reet. Je kan bij de Albert Heijn zelfs van die zakken kopen. Die zijn van plastic. Die kun je gewoon elke keer weggooien. Dus investeer er gewoon een keer in. En kan je ook churros maken. Hoe awesome is dat? Hier gaan we onze beslag in doen. Je hebt een glas. Daar doe je je spuitzak in. En die druk je erin. Dan heb je beslag. En dat pak je beet. En dat gooi je, erin. Helemaal tot je zak vol is. En dan vouw je je spuitzak helemaal uit. Als je deze draait. Kijk, en dan komt hier zo. Als je door blijft draaien, kijk. Komt dan je churros uit. En nu gaan we het frituren. Je knijpt in de spuitzak. Zo, en je knipt hem af. En je doet er nog één. En je knipt hem af. Zo, en je knipt hem af. Laat ze ongeveer 4 minuutjes bakken. Totdat ze helemaal goudbruin zijn. Even omdraaien. Dan heb je een bordje met wat keukenpapier. En haal je het even allemaal uit. Kijk dan. Oeh. We hebben hier ons suiker kaneelmengsel. En dan pak je zo'n churros en dan ga je gewoon een beetje heen en weer. Zo, de andere kant ook. Kijk, en dan is die helemaal in de suiker. Churros zijn klaar. Lekker. Si. Alsof ik op een fucking kermis sta. Daar is het reuzengat, daar is de achtbaan. Achter me kan je churros halen. En de rest dat de chocoladesaus niet tevreden zou zijn. Maar samen met de churros is het echt
eigenlijk best wel fucking lekker. Ze noemen een churro ook wel eens de Spaanse donut of de Spaanse oliebol. Vind je de chocoladesaus nou te moeilijk om te maken of denk je fuck it, heb ik helemaal geen zin in? Koop gewoon een pot Nutella, smelt het even in de magneton en doop je shit dan daarin. Nu, kom maar staan. Aha, een churro. Muy bien. Doei. En kijk de volgende keer weer naar Eten met Nick. Lekker man.